bloemen halen, Sam? Nee. Ja, echt? Oké, okay, we gaan bloemen halen. Goedemorgen, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlogmas. We zijn vandaag bij dag 15 alweer aangekomen. Echt niet normaal. Oh my god, ik ga gewoon nog maar 10 dagen vloggen. En dan is vlogmas voorbij. What the fuck? Nou, in ieder geval, het is dus vandaag vrijdag. En ik ga straks naar Tilburg voor zangles. En ja, ik heb vandaag zangles. En dat is het eigenlijk. Ik weet niet, ik vind deze week een beetje moeilijk om te vloggen de hele tijd. Omdat er hele dingen zijn waar ik niet zoveel kan vloggen. Ook vandaag, ik bedoel, bij zangles ga ik... Ik ga niet echt vloggen. Ik bedoel, in de trein kan ik niet echt vloggen. Als ik daar ben, kan ik niet echt vloggen. Ja, hooguit als ik in mijn studiehokje aan het oefenen ben. En ik vind dat zo jammer, want ik wil gewoon eigenlijk hele leuke dingen doen. Wat ik gewoon leuk voor jullie kan vloggen, maar het zit er gewoon niet in. Ja, volgende week wel, want dan ga ik op wintersport. Dus de laatste paar vlogs zijn in Oostenrijk. Hoop ik, want ik ben zo bang dat de wifi niet goed genoeg is daar en dat het uploaden gewoon niet te doen is. Ik heb wifi in het appartement, maar ik kan me echt niet meer herinneren of dat goede wifi was. Ik weet trouwens ook niet of het me dan gaat lukken om 6 uur 's ochtends te uploaden. Het kan ook best zijn dat ik de laatste paar dagen van vlogmas mijn uploadtijd naar 4 uur 's middags of zo verander. Of gewoon een random tijd op de dag, omdat... het is daar gewoon... Ik heb daar ook niet mega veel tijd om te editen, weet je. Ik kan tussendoor wel editen, maar het is niet dat ik daar... Ik bedoel, ik wil wel genieten op vakantie. Ik ga niet weg om te editen of zo, snap je? Dus ik weet niet zo goed hoe ik dat ga doen. Maar dat zien we dan wel. Ik wil wel echt proberen om gewoon elke dag te uploaden nog steeds dan. De laatste paar vlogmas video's. Alleen, ik weet niet waar ik hier nu over begin. Maar ik dacht, laat ik het maar gewoon even zeggen. I don't know, ik weet ook niet waar ik er nu over begin. Maar ja. In ieder geval, ik ga nu over een kwartiertje weg. Kan ik weer lekker heel lang in de trein zitten. Love my life. Oh, ik heb trouwens nu mijn jas aan omdat ik het super koud had. I know, ik ben een beetje raar. Ik ben dus nu in Amsterdam. Want ik werd echt in, toen ik in Den Bosch was, nog een keer. Ik kwam aan in Den Bosch, dus ik was al 1,5 uur onderweg naar Tilburg. En toen appte mijn zangdocent dat ze ziek is en dat ze toch geen les kan geven. Dus... super vervelend voor haar natuurlijk, maar ook voor mij, want ik was al 1,5 uur onderweg. Ik was er eigenlijk al bijna. Maar goed, nu ga ik naar Sabrina toe. Ook leuk, ook gezellig. Maar dat dus. Ik vlog nu in het openbaar en ik vind het echt heel eng, dus ik ga nu stoppen. Nou, ik ben lekker bij Sabrina thuis. Sabrina, verstop je je nou gewoon? Ja, ik verstop me. Hoi, ik ben brilloos. Ik heb lenzen in. Dus zo blootbillenfeest. Proud! Blootbillenfeest! Ja, dat wel. Maar ze heeft wel lenzen in. Super chill. Mm-hmm. Dus in ieder geval, ik ben nu lekker bij Sap en we chillen hem gewoon. Ja, we hebben geen plan over. Nee, we chillen hem gewoon. Super goed, super leuk. Zo, nou, Sap en ik zijn weer op fotopad. 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 Ja, we gaan eerst even naar de markt. We gaan bloemen halen. Heb je heel veel bloemen. En we gaan bloemen halen. Ik was niet zo snel. Ik ging gewoon door je verhaal heen. Bloemen halen. Ja, weet je, straight to the point, Sap. Kom op. Niet helemaal eromheen. We gaan lullen. En daarna gaan we foto's maken, want ik heb echt even een nieuwe Instagram foto nodig. En zij ook. Maar eerst bloemen halen. Eerst bloemen halen. Bloemen. Gaan we bloemen halen, Sap? Nee. Ja, echt? Oké, we gaan bloemen halen. Nou, Sap en ik hebben net even geshoot buiten. En nu ga ik zo meteen weer naar huis. Maar goed, wij moeten echt niet zeuren, want we zien elkaar echt elke week. Ja. Maar ik denk niet dat we elkaar volgende week nog gaan zien. Ik ga donderdag op vakantie. Nee, ik ga je sowieso volgende week niet meer zien. En al, nou, weet je, dan zie ik je na je vakantie. Ja, maar dan moeten we wel 3 weken zonder elkaar, Sap. Terwijl we elkaar nu wekelijks zien. Dat is echt heel lang hoor, dat is bijna een maand. Dit is zo slecht geacteerd. Jij kan acteren, maar dit is zo slecht. Maar het is wel echt wel lang. Gewoon bijna een maand. Niet. Maar als ik terug ben, gaan we gelijk gewoon weer afspreken. Ja, gewoon, ja? Gewoon de volgende dag kom ik langs. En dan ben ik helemaal bruin. Dan ben ik net zo bruin als jij. Ik zag mezelf ten erop. Ja, nee, dat is oneerlijk, want jij bent al bruin van jezelf. Haha. Your girl is eindelijk home. Ik was weer echt zo'n stupid wijf die dan weer langs de action komt. En dan denkt, ha, laat ik even kijken. Want hè, kan gewoon. En ja, dan heb ik natuurlijk weer dingen gekocht. Ik heb maar 2 dingetjes gekocht hoor. Ik heb een thermoshirtje gekocht. Die had ik gewoon ook echt nodig.
voor wintersport. Voor wintersport ook. En ik heb een nieuwe muts gehaald. Dezelfde als die ik in het wit heb, maar dan nu in het grijs. Deze. Die zit echt super chill. Zijn echt topmutsen. Kijk, hier is mijn witte. Echt een aanrader bij de Action. Die zijn echt mega chill. Ze zijn heel warm van binnen. En ik heb boodschap gedaan. Dus. En het chillen is, mijn moeder is pas 6:15 klaar met werken. Het is nu 6:15. Maar dan zou ze echt pas om 7:00 thuis zijn of zo. Omdat ze ook nog Timmy moet ophalen. Die is bij opa en oma. Maar chillen is dat we gewoon lasagne aan de koelkast hebben. Die ik nu lekker ga opwarmen. Love it, G. Zin in. Echt honger, dus ik ga ook gewoon nu eten. Oh. Can't wait anymore. En ik moet eerst plassen, want ik plas echt in mijn broek. Oké, ik ga even naar boven. Want ik ga even wat doen. Ik wil namelijk straks sowieso even douchen. Goh, lijkt me sowieso wel een goed idee. Zo voor je conceptje. Maar, ik had dus van de week mijn haar gewassen met zilver shampoo. En het heeft voor mijn gevoel best wel goed gewerkt. Alleen ik wil dat het nog beter gaat werken. Dus, wat ga ik nou doen? Ik ga even nu mijn haar nat maken, gewoon onder de kraan. En dan ga ik zilver shampoo in doen. En dan ga ik dat gewoon lekker een, weet ik veel, een half uur laten zitten of zo. In ieder geval gewoon lang laten zitten. Zodat het misschien nog iets beter werkt. Dat mijn haar weer een beetje wat minder gelig overkomt. Want dat was best wel goed. Werkte best wel goed voor afgelopen week. Dus dat ga ik nu even doen. Ik ga wel dit even afdoen. Dan ga ik denk ik eventjes. Ik wil eigenlijk even mijn oude badjas aandoen. Ik ga even mijn oude badjas pakken. Zo, I'm back. Ik heb even mijn oude badjas gepakt. Want deze mag gewoon lekker vies worden. Want ja, het is toch mijn oude badjas. Dus die doe ik even aan. Zo, en dan doe ik ook nog eventjes een handdoek denk ik om me heen. Zo op mijn rug. Want anders wordt het alsnog waarschijnlijk fucking vies. Wat een gedoe dit. Ik haat het eigenlijk om mijn haar nat te maken zo. Maar goed. Dat is gewoon echt niet te doen met mijn haren onder de kraan. Maar goed, het gaat ook vooral om de punten. Dit boeit niet echt. Dus ik doe gewoon alleen, zeg maar, de onderkant. Dus, let's do this. I look so pretty. Oké. Okay. Nu mijn zilver shampoo. Bijna op ook. Op mijn lijf. Nou, joe, helemaal goed. Even mijn handen. En dan maak ik hier gewoon even een knotje van. En dan als laatste, ik moet nog aardig netjes houden hier. Joe, ik een handen op mijn kop. Dan laat ik dit even lekker een half uur zitten of zo. Ik weet niet precies, zoek ik zo wel even uit. Kijk maar even op internet of mensen ervaring hebben met zilver shampoo lang laten zitten. En nou, hoeveel het goed werkt. Want er staat in principe op de fles altijd 5 minuten. Maar ik vind dat het dan niet echt het optimale resultaat geeft, zeg maar. Leuk nieuws, er is weer een nagel afgebroken. Weer mijn wijsvinger. Dus nu heb ik geen wijsvingernagels meer. Ik heb hem maar even kort geveild. Want het is natuurlijk nu super slap. Dus ik dacht, nou, ik veil het gelijk maar even kort. Want ja, anders gaat het al helemaal afscheuren. Dus ik dacht, nou, ik kan het beter nu gewoon even kort doen. Dan dat ik morgen met gewoon helemaal een gescheurde nagel loop. Ik vind dit echt wel heel raar. Want bij die andere zat los. Die gisteren is losgegaan. Ja, die zat gewoon los. Al sinds zaterdag. Vorige week zaterdag. Maar deze, er was helemaal niks mee aan de hand. En opeens was hij weg. Gelukkig ga ik dinsdag weer voor mijn nagels. Maar het is wel een beetje ruk. Want ja, het ziet er natuurlijk niet uit. Maar ja. Hoop dat niemand naar mijn nagels kijkt. Maar goed, in ieder geval. Ik heb nu mijn zilver shampoo best wel langer in laten zitten. Dus ik hoop niet dat ik nu paars haar heb zometeen. Maar goed, we zien het. Nu moet ik nog mijn shirt uitzien te krijgen zonder alles vies te maken. Dus dat ga ik doen. Ga ik douchen en laat ik zometeen even aan jullie zien of het heeft gewerkt. Oké, zoals jullie weten is onze zolder dus de afgelopen dagen gedaan. Ik ga nu even kijken hoe het eruit ziet. Het is echt volgens mij best wel mooi geworden. Kijk hier, dak aan. Oh ja, die is wel een stuk mooier, ja, dan die andere. Het is wel wat schuiner. Het was eerst hoger, toch? Hier. Ja, dat komt omdat
Want die rekken, passen die er nu nog wel onder? Ik weet het niet. Oké, hier ben ik weer even met een haarupdate. Ik heb natuurlijk geen daglicht nu. En ik weet niet, ja. Is het veranderd? Even andersom. Ik heb wel het idee, kijk, volgens mij zijn er een paar plukken echt flink opgelicht. Volgens mij zijn er echt een paar plukken wel echt veel witter. Zie je hier? Verbeeld ik het me, maar volgens mij heeft het best wel geholpen hoor, de zilver shampoo. Ik moet het echt weer vaker doen, want het helpt echt wel. Niet overal heb ik het idee. Ja, volgens mij werkt het wel redelijk. I don't know. Het is niet natuurlijk dat mijn haar nu opeens wit is. Ik bedoel, dat, daar vergissen mensen zich vaak in met zilver shampoo. Zilver shampoo is puur en alleen om de gele gloed uit je haar te halen. Dus je moet ook niet verwachten dat je haar lichter ervan wordt of zo. Maar het wordt er wel koeler van. Kijk, je ziet hier toch echt wel een paar wittere plukken. Of ligt het aan mij? Ja, het heeft wel een beetje zijn werk gedaan volgens mij. Het is echt al 9:30 inmiddels. Dus ik vind het eigenlijk wel tijd om de vlog af te sluiten. Want ik wil namelijk wel een beetje op tijd gaan slapen. Dus als ik hem nu niet afsluit, dan ga ik echt nooit op tijd slapen. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Maandag weer een nieuwe vlogmas. En ja, ik hoop dat jullie dan weer gaan kijken.